Ik heb niet gekeken of ik hem zou passen eigenlijk. Hoi, ik ben Elise en leuk dat je kijkt naar deze complete outfit voor 50 euro. Ik heb weer een outfit proberen te scoren en dit keer heb ik dat gedaan bij de Hema. Ik dacht, waar kan ik nog meer een outfit scoren? En Hema leek me wel heel erg leuk, omdat ze daar wel kleding hebben, maar eigenlijk koop ik daar nauwelijks kleding. Wel eens van die hemdjes bijvoorbeeld, of ik heb een keer een kort broekje daar gekocht die ik dan wel leuk vond. Maar eigenlijk ja, koop ik daar nooit echt kleding. Dus ik ben de Hema ingegaan en ik wilde ook wat vlogbeelden schieten, maar er waren zoveel mensen en ook personeel en zo dat ik het niet helemaal durfde. Collectie zag er heel leuk uit, ze hadden wat leuke blousjes, broeken, maar ik vond het allemaal wel wat aan de ouderlijke kant. Dus bijvoorbeeld voor vrouwen van 40 en naar boven, zeg maar een beetje. Ja, ik wil natuurlijk niet zeggen dat alleen vrouwen boven de 40 bij de Hema winkelen, maar een beetje die stijl. Ja, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Na veel zoeken had ik een leuk setje gevonden. Een top en een broek. En daar wilde ik nog wat accessoires erbij. En dat heb ik uiteindelijk ook gevonden. Dus ik heb een mooie outfit gevonden. Ik begin even met de top, want die vond ik meteen wel heel erg leuk. Ik wilde eigenlijk voor een leuk blouseje gaan. Een blauw blouseje met blauwe sterren of een blauw blouseje met rode stippen. Vond ik allebei heel erg leuk, maar die was net wat te duur. En ik dacht, als ik nou dit shirt koop, die ik ook heel erg leuk vond, scheelt dat weer 10 euro. Het is namelijk dit shirtje. En het leuke wat ik van dit shirtje vond, is dat die hals heel breed of heel ja, breed was. Een beetje zo'n boothals. En dat staat me altijd wel heel erg leuk. En vind ik ook gewoon heel erg leuk. Dus het is gewoon een lange mouwenshirt. Vrij simpel met streepjes. Maar dan vind ik vooral die hals heel erg mooi. Tenminste, het lijkt me heel erg mooi. Dus dit was het eerste item dat ik kocht. Toen was ik natuurlijk op zoek naar een onderkant. En ik wilde graag iets met een broek. Vind ik toch altijd wat meer een uitdaging dan een rokje. Rokken zijn vaker goedkoper. En ja, ik draag eigenlijk 9 van de 10 keer, of eigenlijk 10 van de 10 keer, draag ik een broek. En ik zag dat ze ook jeans hadden, dus ik was weer heel erg benieuwd hoe die zouden zijn. Het is gewoon een simpele jeans. Ik heb de blauwe gekozen en het is een skinny jeans. Ik weet niet of die lang genoeg voor mij gaat zijn, maar dat gaan we zien. Dit is de 5 Pocket Denim Skinny Fit. En hij is dus een stretch. Dat vind ik altijd weer heel erg lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat vallen, hoe die gaat staan. Ik vond de maten ook lastig in te schatten bij de Hema. Omdat ik natuurlijk nooit wat koop, weet ik niet of het groot valt of normaal of klein. Nou, dus ik heb gewoon mijn normale maat genomen en we gaan zien hoe het valt. Dit vond ik best wel een simpele outfit. Een blauwe jeans met een blauw gestreept shirt. Best wel basic. En ik dacht, ik moet het nog even wat opfleuren met wat accessoires. Hè? En ik heb 2 dingen gekocht. Als eerst leek het me leuk om een leuk riempje erbij te doen. Om even de outfit te breken. Ze hadden een heleboel leuke. Groen, blauw, een beetje velvet. En uiteindelijk zag ik ook dit riempje. Het is, ja, ik hoop dat je ziet. Ja, het is een pantenriempje met ook echt. Je voelt ook een beetje dat er haartjes op zitten. Dus dat vind ik wel heel erg grappig. Het is een beetje een harig pantenriempje. En deze leek me wel heel erg leuk om de outfit te breken. Ik heb niet gekeken of ik hem zou passen eigenlijk. Ik denk dat hij iets te groot is. Nou ja, daar vinden we wel een weg in. Een riempje dus. Ik ben heel erg benieuwd of die ook leuk bij de outfit gaat staan. Eigenlijk wilde ik ook nog graag een ketting of oorbellen. En ik heb een ketting gevonden. Ik draag zelf graag zilver. Maar ik kon niet echt iets leuks in zilver vinden. Wel heel veel leuke dingen in goud. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor goud. Dit is uiteindelijk deze ketting geworden. Die vind ik wel heel erg leuk. Een rondje met daaruit een soort sterretje of een soort kompasachtig lijkt het wel. Dus die vond ik wel heel erg mooi. Mocht je je afvragen wat er met mijn nagels aan de hand is. Ik ben iets voor mijn nagels aan het testen voor de 1-minute review. Die komt komende maandag online als het goed is. Dus hou mijn kanaal in de gaten als je dat wil zien. Nou, in ieder geval is dit dus de ketting. En dat was eigenlijk de hele outfit. De top, die was 15 euro. De broek kostte 25 euro, wat ik echt best wel goedkoop vind voor een broek. En dit is dan de normale prijs, dus niet in de aanbieding. En de 2 accessoires had ik in de aanbieding gekocht. Ik twijfelde heel even om het te doen, omdat ik dat eigenlijk niet heel erg leuk bij deze challenge vind. Omdat het dan wel heel makkelijk wordt. Maar ik dacht, ja, ik ga het toch maar gewoon doen, omdat ik dit wel heel erg leuk vond bij de outfit. De riem was eerst 8 euro en nu 4 euro. En de ketting was eerst 5 euro en nu 2 euro. Als je dat bij elkaar optelt, kom je op 46 euro uit. Dus ik ben nog onder het bedrag geweest. Dus zo smokkel ik een beetje die koopjes of die aanbiedingen eruit. Ik ga de outfit even passen en aan jullie laten zien. We are best friends. We are best friends. We live and laugh and cry. Together we run the screen.
Nou, je kon de outfit zien en ik vind het oprecht een leuke outfit. De top vind ik heel erg leuk, ook vanwege dit. Ik vind het heel erg leuk en zeker bijvoorbeeld als het wat warmer wordt en dan zonder of met strapless BH kan het heel erg leuk zijn. Wel vond ik bij de oksels zit hij een beetje raar, een beetje wijd. Dus denk ik, moet ik hem dan toch meer zo doen? Ja, dus dat is wel een beetje vreemd. En daardoor vind ik hem ook niet zo mooi, helaas. Maar ja, misschien dat dat bij jou anders valt of dat ik hem toch een maatje kleiner had moeten nemen. Weet ik niet. Ketting vind ik heel erg leuk. En zeker voor die 2 euro is dat hartstikke leuk. Triempje vind ik ook leuk en die paste wel net. Maar ik denk dat ik er dan nog een gaatje bij laat maken. Dat is ook zo gepiept. De broek ben ik ook echt super enthousiast over. Hij zit heel erg lekker. Het is wel een wat lagere broek. Ik draag heel graag high-waist broeken, dus die tot mijn navel ongeveer komen. En deze zit toch een stuk lager. Dus daar voel ik me niet zo heel comfortabel in. En hij is iets hoogwater. Maar mocht je niet zo lang zijn als ik en niet per se high-waist jeans willen dragen, vind ik dit echt een super goede budget tip. Want voor 25 euro heb je gewoon een hele goede jeans. Nou, eigenlijk het totaalplaatje ben ik heel erg tevreden. En denk ik ook zeker dat je bij HEMA best wel leuke kleding kan kopen. En zeker als je bijvoorbeeld combineert met andere dingen van andere winkels, denk ik dat het heel erg leuk is. Voor mij dus niet heel erg. De top vind ik net niet en de broek vind ik ook gewoon niet zo lekker zitten. Dus die ga ik wel terugbrengen, maar ik vind het wel, ik kan het wel aanraden. Alleen voor mij, vanwege die redenen, breng ik het wel terug. Ik vind het toch wel fijn om dat ook erbij te zeggen, dat ik dit dus niet hou. Maar dat ik het wel kan aanraden, nou ja, om die redenen. Dus kan je bij HEMA een leuke outfit scoren? Zeker weten. Er zaten ook heel veel leuke jurkjes bijvoorbeeld. Maar ik vind jurkjes in deze challenge vind ik te makkelijk. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Maar ze had een heel leuk geel jurkje. Die had dan hier strakke mouwtjes. En dan liep dit nog een beetje pof. Nou, doe er een leuke ketting bij. Leuke bijvoorbeeld Dr. Martens. En een panty die je ook bij HEMA kan kopen. Dan ben je echt helemaal compleet. En ja, heel erg leuk. Dus je kan zeker leuke outfits scoren. En anders kan je al voor de accessoires heel goed bij de HEMA terecht. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want dan zie je maandag de 1 Minute Review in je abonnementenbox verschijnen. Leuk, je bedankt voor het kijken en tot maandag. Doeg!